Misschien denk jij wel, zorg voor de schepping, duurzaamheid, klimaat. Is dat onderdeel van het evangelie? Of dat hele klimaatverandering, dat is iets van de verre toekomst? Mijn naam is Dorina Nauta en ik werk als projectleider en theoloog bij Teerfund. En bij deze wil ik je van harte uitnodigen voor het webinar van Kerk 2030. Nieuwe levensstijl, goede rentmeester. Met de kerk als oefenplaats. Durven we als kerk ook onkruid te trekken, zodat iets nieuws kan opbloeien. Om oude gewoontes achter ons te laten en een nieuwe levensstijl aan te leren vanuit het evangelie. We gaan met elkaar nadenken over hoe zorg voor de schepping onderdeel is van het evangelie. En hoe we daarin aangemoedigd worden door jongeren. Bij deze van harte uitgenodigd voor het webinar van 28 februari 2022. Schrijf je even in en dan zie ik je dan.